Ik ga er nu mee draaien. Dit is best wel een goede businessmodel. Wil je meer weten? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom in deze video. In deze video ga ik businessmodel 10 met je bespreken. Het is best wel een complexe businessmodel, maar zodra je het snapt, dan weet je hoe je deze in je voordeel kan gebruiken. Als je vragen hierover hebt, neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Ik ga nu businessmodel 10 met je bespreken. Ik ga je een beeld geven van hoe het precies werkt, zodat jij weet wanneer je dat kan toepassen. En ik ga je laten zien wat je daarbij nodig hebt om deze toe te passen voor jouw bedrijf. Om dit businessmodel toe te passen is belangrijk dat je ambassadeurs hebt. En dit businessmodel werkt het snelst als je ambassadeurs hebt die een bepaalde doelgroep hebben, of in ieder geval een bepaalde invloed heeft op een bepaalde community die ze hebben opgebouwd. Ik ga je een voorbeeld laten zien. Kijk, stel je voor, je hebt een community opgebouwd als ambassadeur. En stel je voor, je bent een bekende fotograaf en je hebt een community opgebouwd en die community volgt jou. Die community luistert naar jou. En bedrijf X komt naar jou toe met een product of dienst. En vraag of je die wil promoten bij je community. Want jouw community is de doelgroep van het bedrijf. Dus het gaat hier om een specifieke community. En het bedrijf benadert jou daarvoor. Dus stel je voor, je bent een bekende YouTuber of bekende influencer op Instagram of wat dan ook. Dan kan je gebruik maken van een sponsoring. Dus zij geven jou een bepaald bedrag. Meestal ligt dit bedrag tussen 250 en 1000 euro of meer. Het ligt eraan hoe groot je doelgroep is en om welke product het gaat en wat je precies moet doen. Let op, een contract aangaan met een bedrijf is niet zo makkelijk, want er zijn altijd bepaalde voorwaarden die soms niet in jouw voordeel zijn. En soms kan het zo zijn dat je niet achter het product staat, maar je doet het alleen maar voor het geld. Dus zulke mensen ben ik ook tegengekomen en die hebben mij verteld van hoe het precies zit, zodat ik een beeld heb van hoe het precies werkt. Maar in ieder geval, zo zit het. En wat deze bedrijven vaak doen is gewoon, je bent de influence. Zij zorgen ervoor dat zij bepaalde winkels hebben binnen een regio waar jouw community zit. Bijvoorbeeld Canon doet het heel goed. Canon heeft over de hele wereld lokale vestigingen. En mensen kunnen altijd de winkels inlopen en vragen stellen over bepaalde camera of wat dan ook. Dus dat is het mooiste ervan. Ik ga je even laten zien van hoe het businessmodel precies werkt. En volgens ga ik je een aantal voorbeelden laten zien van wie er gebruik van maakt. Dus dit is het businessmodel. Het groene gedeelte is de influence. Dus met andere woorden, merkambassadeurs zijn de bekende YouTubers of influencers online. En ze hebben een specifieke doelgroep, in ieder geval ze hebben een specifieke community opgebouwd. Dus als die community aanslaat bij het product of dienst van een bepaald bedrijf, kan dat zo zijn dat het bedrijf hun gaat sponsoren. Dus de waarde die ze aanbieden is gewoon vertellen dat mensen gewoon het product moet kopen en waarom ze het product moet kopen. De relatie van de merkambassadeur en de klanten is zeer persoonlijk, want zij kennen de klanten, zij kennen hun doelgroep. En hoe kleiner het is, hoe specifiek het is, hoe persoonlijk het is, hoe groter het is, hoe vager het is. Maar het komt erop neer van, er zit wel een bepaalde band tussen de merkambassadeur en de klanten. Dus vooral in bepaalde markten. Het is belangrijk dat je een merk hebt opgebouwd. Een voorbeeld hiervan is gewoon Canon. En je hebt gewoon in lokale vestigingen, heb jij gewoon een kantoor zitten waar mensen terecht kunnen komen met vragen. En daar geef je bijvoorbeeld productie of dienstverlening. Zodat mensen kunnen product zien of vragen stellen of bepaalde dienstverlening. En waar dit ook vaak wordt gebruikt is gewoon bij reisorganisaties. Bijvoorbeeld zij gebruiken bepaalde YouTubers of wat dan ook. Of lokale YouTubers om bepaalde diensten te promoten of producten te promoten. En sommige YouTubers gebruiken ook hun eigen kracht om hun eigen producten te verkopen. Dus zij verkopen zichzelf als merk. Dus, en daarmee kunnen ze bepaalde producten verkopen. Moet je je voorstellen, stel je voor je bent een bekende YouTuber. En je legt iemand uit hoe ze Photoshop moeten gebruiken. Je kan cursussen maken over de Photoshop. En vervolgens kan je die weer verkopen aan de community. Een reisorganisatie en Canon zijn puur goede voorbeelden die je gebruik maakt met dit businessmodel. Zij verkopen producten of diensten ook via offline netwerken. Dus bijvoorbeeld zij hebben een kantoor in de lokale vestigingen. Zo moet je zien. De kosten die je bij dit businessmodel hebt zijn de marketingkosten voor de ambassadeurs. En eventueel productie of service diensten kosten. En je inkomststroom is gewoon wat je verkoopt. En hierbij heb je de hoogste marge omdat jij
de bron bent van het product of dienstverlening. En wanneer je dat hebt, wanneer je de bron van het product of dienstverlening bent, dan heb je hoge winstmarge in de prijzen. Je hebt een tussenpersoon zitten of wat dan ook. In ieder geval, dit is het beste model. Ik ga even een paar voorbeelden laten zien, zodat je een beeld hebt van hoe het precies werkt. We zijn met Google. Ik ga even een paar voorbeelden laten zien. Bekende Nederlanders YouTubers. Hier krijg je een beeld van wie de bekende Nederlanders zijn. Dus je kan gewoon op de website drukken. En het is van 2018. Maar zo heb je een beeld van wie de bekende Nederlanders zijn. Als we bij YouTube gaan. Als we naar YouTube gaan. YouTube. En dan krijg je snel video's hier te zien. En in de video geeft het aan wie de bekende Nederlanders zijn. Deze Nederlanders worden vaak gesponsord. En het ligt eraan welke sponsorovereenkomsten zij aangaan met het bedrijf. En het bedrijf, zoals ik zei, van een sponsorovereenkomst ga je aan. Maar er komen ook bepaalde voorwaarden waaraan je moet houden als influencer. Als je iemand nodig hebt die een sponsorovereenkomst voor jou wil opstellen. Of je hebt vragen erover, neem gerust contact met mij op. Kijk, bekende Nederlanders die gaan bepaalde overeenkomsten aan met sponsoren. Vooral als ze bepaalde doelgroepen hebben. Het gaat met name om bekende YouTubers die richten zich op jongeren. Zij worden vaak benaderd door bepaalde bedrijven om hun producten of diensten te verkopen. Op Google krijg je snel te zien wie de bekende Nederlanders zijn en hoe zij presteren op YouTube. En zo kan je kijken wie je wel of niet moet benaderen. En je kan ook zien wie hun doelgroepen zijn. Dus dat kan je gewoon bekijken op het kanaal. Ik ga je een ander voorbeeld laten zien. Stel je voor, je doelgroep zijn fotografen en videografen over de hele wereld. Dan kan je beste Pieter mee kennen, dacht ik. Pieter McKenna wordt vaak ingeschakeld door bedrijven om producten of diensten te verkopen. Hij geeft dit ook duidelijk aan op zijn kanaal. Dit is ook een voorbeeld van hoe iemand wordt gebruikt als ambassadeur om bepaalde producten of diensten op de markt te brengen. Ik hoop van ondernemers met passie en ideeën voor hun onderneming. Het is voor mij soms heel moeilijk om te zien als een idee verloren gaat. Veel mensen begrijpen niet dat als er geld op is in een onderneming, dan is er gewoon geld op. Als de onderneming geen businessmodel heeft, dan raakt op een gegeven moment geld op. Het is verstandig om je onderneming te koppelen aan een businessmodel, zodat je weet dat er geldstroom is. Dus wanneer er geld op is, dan is het gewoon game over. Hopelijk kan je deze businessmodel in je voordeel gebruiken. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Tot in de volgende video.